live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Hoi, wat leuk dat je kijkt. Zoals jullie wellicht al wel hebben gezien en misschien heb je hem daarom ook aangeklikt. Deze video is namelijk belangrijk. Hij heet een belangrijke mededeling volgens mij. Ik weet nog niet hoe ik hem ga noemen op dit moment, maar zoiets. Er zijn namelijk een paar dingetjes die best wel belangrijk zijn en die ik eventjes aan jullie wil vragen en vertellen. En daarom dacht ik, weet je, ik maak wel even een video van waarin ik al die punten gewoon in één keer eventjes met jullie bespreek. Zoals jullie wel kunnen zien is het echt al heel donker, maar straks komt de reden dus waarom het zo donker is en waarom ik nu dus nog aan het filmen ben. Laat ik maar eventjes ophouden met zo'n heel lang intro te maken, want dat vinden jullie toch niet zo interessant, denk ik. En ja, het gaat toch om de belangrijke mededelingen. Dus ben je nou benieuwd wat voor belangrijks ik te vertellen heb? Blijf dan vooral gezellig even verder kijken. Oké, het eerste waar ik het met jullie over wil hebben is school. Ik denk namelijk dat de meesten wel mijn verhaal hebben gekeken, die afgelopen video. Wat gebeurt er nou met de kaars? Zo, er komt even een stoom vanaf. Ik schrik me helemaal rond, want ik zag daar opeens een spiegel onder die knipperen. Ik dacht, wat kan er nou? Maar goed, in die video vertelde ik onder andere over school. Ik ga natuurlijk nu niet weer helemaal uitgebreid vertellen wat ik allemaal heb verteld. Dan moet je die video maar even terugkijken. Maar voor degenen die hem hebben gezien, ik wil even mededelen dat ik weer op school zit. Ik zit namelijk weer op mijn oude opleiding audiovisuele productie op het Creative College in Utrecht. Dat is de opleiding die ik helemaal niet leuk vind en waar ik dus al heel snel mee was gestopt. Toen heb ik heroriëntatie gedaan en van alles. Maar dat vertel ik dus in die video. Maar vanwege leerplicht zit ik hier dus weer. En nee, ik ga dit niet afmaken. Ik zit hier nu tot september en daarna ga ik starten met een andere opleiding. Ik weet op dit moment nog niet zeker wat en er is ook nog geen duidelijkheid over. Maar als ik dat allemaal weet, dan maak ik wel weer een video waarin ik dat vertel. Maar goed, vanwege school heb ik het nu dus ook weer druk. Dus ja, ik doe dus heel erg mijn best met YouTube. Maar het is best wel lastig voor mij. Want ik moet namelijk bijna 2 uur reizen naar school en de dagen zijn lang. Dus dan heb ik niet veel tijd om te filmen, terwijl ik het wel heel graag wil. Maar jullie moeten gewoon even weten dat ik echt heel erg mijn best doe. En ik ben ook echt zo iemand die alles gewoon perfect geëdit wil hebben. En gewoon heel veel moeite wil steken in een video. Dus vandaar zijn er niet zo heel veel video's de laatste tijd online gekomen. Ik hoop natuurlijk dat ik daar zo snel mogelijk veranderingen in kan maken. En daarom wil ik het volgende vragen. Ik krijg namelijk heel vaak comments van stop met YouTube, bla bla bla. Waarom... heb je YouTube, je hebt toch geen tijd? Tuurlijk heb ik wel tijd. Je moet gewoon tijd vrijmaken. Maar jullie moeten ook weten dat dit nog niet mijn vaste baan is. En ik zit natuurlijk ook dus nog op school en zo. En ik heb ook nog zangles en weet ik het allemaal. Dus ik kan gewoon niet dagelijks video's maken. Dat kan gewoon niet. Maar dat was mijn vraag aan jullie. Ik heb er echt heel erg lang over nagedacht. Maar zouden jullie het fijn vinden als ik vaste uploaddagen aan ga maken? Ik hoop echt dat het dan gaat lukken. Want ja, ik weet niet wat er opeens in een week kan gebeuren natuurlijk. Misschien word ik opeens weer ziek en dan heb ik geen video's. Maar dat heet dus plannen. En daar ben ik niet zo goed in. Dus daar moet ik dan maar goed in gaan worden. En dan moet ik mezelf gewoon echt op gaan trainen. Ik weet natuurlijk nog niet zeker of ik vaste uploaddagen ga doen. Maar weet je, kijk, dan weten jullie wel wanneer jullie een video natuurlijk kunnen verwachten. En als ik het een week wat rustiger heb, kan ik gewoon veel video's maken. En ze dan inplannen voor die week daarop. Waardoor ik zelf ook geen stress heb van, oh shit, er moet een video online, maar ik heb niks, weet je wel. Maar dan moet ik van jullie natuurlijk wel weten hoeveel dagen in de week. En dat kan natuurlijk niet elke dag. Ik denk maximaal 3 keer sowieso. En natuurlijk op welke dagen. Want ik kan wel zeggen, ik doe het op maandag, op dinsdag, op woensdag. Maar weet je, ik weet niet wat jullie het liefste willen. En laat dan ook vooral even achter of je misschien een bepaalde tijd hebt waarop je wil dat ik een video upload. Want ik heb echt geen flauw idee wanneer jullie het fijn vinden om naar mij te gaan kijken. Dus laat het vooral even achter in de comments. Want misschien zijn er wel heel veel mensen die dezelfde dag kiezen of dezelfde tijden. En dan kan ik het daarop aanpassen. En dan, ja, dan zijn we allemaal weer happy. Oké, en nu het laatste wat ik even wil bespreken. En dat is wel heel erg belangrijk. Want er zijn nu dus al een paar dagen hiervoor geen video's online gekomen. Maar dat is met een reden. Want op het moment dat jullie dit zien, ben ik niet in Nederland. Nee, ik ben in Egypte. Ik ben een weekje naar Egypte. En daarom zijn er de laatste dagen geen video's online gekomen. Want er komt nog een video aan. Namelijk een video waarin ik laat zien wat ik allemaal meeneem op vakantie. Oftewel, wat er in mijn koffer zit. Natuurlijk heb ik wel al wat video's gemaakt. Dus in het vliegtuig ga ik natuurlijk video's editen. Alleen we hebben helemaal geen goede wifi daar. En mijn moeder zei dat we misschien zelfs helemaal geen wifi hebben in dat hotel. Ik hoop het natuurlijk niet.
Want dan word ik echt helemaal gek. Want ik kan echt niet een week zonder wifi en zonder iets van me te laten horen. Maar video's uploaden gaat sowieso niet natuurlijk. Maar zodra ik terugkom, komen er sowieso meteen weer allemaal video's online. Want ja, ik vind het super leuk om video's te maken. En ik kan er niet tegen als er heel lang geen video meer online is gekomen. Dus zodra ik terugkom, ga ik meteen weer aan de slag. Maar ja, op dit moment heb ik nog geen flauw idee hoe het gaat worden op die vakantie. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat ik een lekkere, leuke, gezellige vakantie ga hebben. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Ik ga op die vakantie ook lekker filmen voor jullie. En dan bedoel ik niet filmen van shopvlogs of zo. Maar ik bedoel echt dat ik het daar ga filmen. Elke dag ga ik gewoon stukjes filmen. En ik heb ook een GoPro, dus dan kan ik ook lekker in het water filmen als ik ga snorkelen. En waarschijnlijk ga ik er gewoon één video maken waarin ik dus allemaal sfeerbeelden laat zien. En stukjes waarin ik praat. En van een vliegreis en weet ik het allemaal. Misschien worden het meerdere video's. Ik moet allemaal kijken hoe het gaat lopen. Maar jullie zien het vanzelf wel allemaal op mijn kanaal. Volgens mij was dit alles weer wat ik wilde zeggen. Nou ja, weet je, als ik weer wat belangrijke dingen in mijn hoofd krijg die ik echt even kwijt moet, maak ik wel weer een nieuwe video. En dan horen jullie het allemaal vanzelf van mij. Maar dit zijn echt de belangrijkste dingen die echt hier in mijn hoofd zitten. En die ik gewoon even met jullie moest delen. Ik hoop dat ik jullie weer heb voorzien met genoeg informatie over mij. Waarom er dus niet zoveel video's online zijn gekomen. En wat ik nu doe op mijn school en blablabla. Nou, jullie hebben het vast allemaal wel gehoord. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal gaan kijken naar de video waarin ik laat zien wat ik allemaal meeneem op mijn vakantie. Want dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Doe vooral even een dikke duim omhoog als je benieuwd bent naar de video van mijn vakantie in Egypte. Ik ben zelf heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien en zo. En jullie misschien ook wel, dus doe daarom even een duimpje omhoog, dan weet ik dat. Hopelijk zie ik jullie dan in de volgende video. Doei doei!